Oké, Alicia. Vandaag zullen we het hebben over de jeugd van tegenwoordig. De jeugd die de islam moet overbrengen aan de volgende generatie. De jeugd die de gewoonte van de ongelovigen liever heeft dan de gewoonte van de islam. Welke keuze maak jij, broeder? Kies jij het leven van drugs, muziek, alcohol, meisjes, uitgaan, geld? En welke keuze maak jij, zuster? Kies jij het leven van strakke kleding, jongens, muziek, roddelen, arrogantie en ongehoorzaamheid? Een leven dat je rechtstreeks naar de hel leidt. Een leven dat compleet tegen de lering van de Koran en de Sunna ingaat. Sinds wanneer zijn moslims zulke mensen? Sinds wanneer zijn moslima's arrogant en ongehoorzaam? Dit is een leven van onwetendheid. Je doet de ongelovigen na. Je geeft jezelf allerlei rare bijnamen. En wil het leven van Tupac. Wat is er gebeurd met Tupac? Neergeknald. Leven over. 26 jaar. Waar bevindt hij zich? Wil jij zo een leven leiden? Drinken en stelen. De dood kan nu komen. En hij zal jou niet achterlaten. Overlijden terwijl je dronken of stoned bent. Terwijl je muziek luistert en strakke kleding draagt. Je bent een moslim. Kijk naar jezelf. Ben jij in staat om de islam over te brengen aan de volgende generatie? Terwijl je drinkt, rookt, muziek luistert en strakke kleding draagt. Elke moeder of vader wil dat zijn kind wel slaagt. Maar dat gaat moeilijk als zijn ouders hem niet leren hoe hij moet wel slagen. Als zij zijn vervallen in zondes. Dit moet hij dan leren van een ander. Wat voor een vader of moeder ben jij dan? Net als jij wenst dat jouw kind een goede moslim wordt, wensen jouw ouders ook dat jij een goed mens en een goed moslim wordt. Je bezoekt shisha lounges, je luistert muziek en kleed je onderdanig. Je wilt niet dat jouw kinderen in zonde vervallen en je wilt niet dat ze afdwalen. Denk dan ook aan je ouders die het beste voor jou willen, maar jij die hen negeert en hen achterlaat met pijn in hun handen, met pijn in hun harten. Of kiezen jullie het leven van de vijf zuilen? Het leven van gehoorzaamheid aan Allah, bedekking en kuisheid. Het aansporen tot het goede en het verbieden van het slechte, dat uiteindelijk het paradijs als eindbestemming heeft. Met de voorbeeld der voorbeelden, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam als voorbeeld. Met Aisha radiallahu anha als voorbeeld. Met Abu Bakr en Khadija radiallahu anhuma als voorbeeld. We zien dat alcohol een normale zaak is geworden bij de jongens en tegenwoordig ook bij de meisjes. Vroeger dronken zulke moslims het in privé, thuis of ergens waar geen mens hen kon zien. Tegenwoordig zien we dat dit openlijk op straat, lounges, cafés en disco's gebeurt. Moslims die zich volgooien met alcohol. Jabir leverde een hadith over dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam zei: Allah verbond zich ertoe om degene die alcohol drinkt van Tainat al-Ghabal te laten drinken. De metgezellen vroegen: O boodschapper van Allah, wat is dit? De profeet antwoordde: Dit is het zweet van de mensen van de hel of het vocht van de mensen van de hel. Dit is overgeleverd door een moslim. Waarom moeten wij alcohol tot ons nemen, broeders en zusters? Dit is een dwaling en onwetendheid. Dit is iets van de Jahiliyyah-tijd, de tijd voor de islam. Maar de profeet hield het niet alleen bij het verbieden van de alcohol. Hij verbood ook elke vorm van handel ermee. Zelfs met niet-moslims. Vele jongeren vullen alcohol terwijl ze werken. Bijvoorbeeld in Albert Heijn. Het is verboden voor iemand die in de Albert Heijn werkt om alcohol te vullen. Als jij een alcoholfles in de rekken zet en er komt iemand om die fles te kopen die jij daar hebt gezet. Na het drinken van die fles verkracht hij meisje of vermoordt hij meisje, er zullen ook zondes op jou vallen omdat jij de verkoop bevordert. Wat we ook vaak zien, zijn moslims die een kerstpakket thuis ontvangen waar in de meeste gevallen alcohol in zit. Ze geven die fles uit liefdadigheid aan hun ongelovige buren die dit wel drinken. Dit is ook verboden. Er is overgeleverd dat een man een mand met wijn naar de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gaf als cadeau. De profeet zei dat Allah deze alcohol had verboden.
De man vroeg: kan ik het niet verkopen? De profeet antwoordde: degene die het verbood op het drinken heeft ingesteld, heeft de verkoop ervan ook verboden. De man antwoordde: kan ik het niet aan een Jood als cadeau geven? De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde: degene die het verboden heeft, heeft het ook als cadeau aan een Jood verboden. Wat moet ik er dan mee doen? Vroeg de man. Giet het over de grond uit, zei de profeet. Hieruit kunnen we concluderen dat het verboden is om aan jouw buurman of buurvrouw alcohol te geven, ook al is hij of zij ongelovig. Alles wat schadelijk is voor jou is haram, daarmee duidend op sigaretten en drugs. Vele jongeren nemen als reden hun stress en zorgen. Sinds wanneer nemen zulke middelen je zorgen weg? Ze vermeerderen ze alleen. Heb jij geen hoop in Allah? Vertrouw je Allah niet? Hadden de Sahaba en de profeet nooit zorgen? Namen zij ook zulke substanties om de zorgen te vergeten? Dit vermeerdert alleen je zorgen. Het maakt je verslaafd, agressief en een dienaar van de shaitaan. Tegenwoordig doen onze broeders en zusters de meest verschrikkelijke dingen voor een pakje sigaretten. Ze verkopen zichzelf voor een pakje sigaretten. Is dit hoe wij als moslims moeten leven? Moeten wij ons zo laag gedragen? En degenen die drugs dealen, die denken dat ze daar makkelijk geld aan verdienen. Weet jij niet wat voor een vervloeking je op je krijgt? Denk je niet aan de ouders van je klant? Hij die zijn ouders uitscheldt, bedreigt om wat geld te krijgen, zodat hij weer dat verschrikkelijke spul kan krijgen. Zijn moeder die elke dag zit te huilen omdat haar lieftallige kleine zoon kapot is gemaakt door jou. En geloof mij, zijn hele familie zal jou voor de rest van jouw leven vervloeken. Je hebt het leven kapot gemaakt van een familielid. Wat zou jij ervan vinden als jouw dochter of zoon verslaafd zou raken aan drugs? Natuurlijk zou je het verschrikkelijk vinden en degene die hem verslaafd heeft gemaakt het liefst willen vermoorden. Hoe komt het dan dat jij het zelf wat verkoopt of de verkoper van bevordert, wetend dat diegene ook ouders en familieleden heeft? En de shisha, iets dat een fenomeen is geworden bij de moslims. Lounges, een verzamelplek voor de hedendaagse moslims. Jonge islamitische meisjes en jongens die alcohol nuttigen in shisha lounges, dansen op duivels muziek en flirten met elkaar. 14-jarige meisjes die worden bediend met alcohol. Vele mensen zeggen dat ze niet naar disco's gaan, maar ze bezoeken wel de shisha lounges. Wat is het verschil? Elke jongen en meisje die daar naar binnen loopt, wordt verleid door de shaitaan en vervalt in zondes. Tegenwoordig kunnen de jongeren elke shisha lounge voor u opnoemen die zich in Den Haag bevindt. De plaats, de prijzen en de smaken. Maar geen enkele moskee kennen ze. En vele jongeren zeggen dat het niet haram is om shisha te roken. Aan hen vraag ik dan: waarom roken jullie dan niet in de moskeeën en heilige plaatsen, maar jullie roken wel in hammams en op plaatsen van vermaak en verboden zaken? Als het niet haram is, waarom roken jullie dan niet in de moskee? Als het niet haram is, waarom roken jullie niet in Mekka of in Medina? En we zien ook dat de schaamte en de kuisheid waar de moslims bekend om stonden, verdwenen is. Sla je ogen neer als man zijnde. Fluit niet naar meisjes en vertel geen macho verhaal aan. Laat zien dat je een dienaar bent van Allah, die de regels van Allah niet wil overtreden, omdat je vrees hebt voor de bestraffing van Allah. Heb schaamte en hou jezelf rein. De profeet zei: de eerste blik is van de shaitaan en de tweede blik is van jouzelf. Dus de eerste blik die jij richt op een meisje is van de shaitaan. Als jij dan nog kijkt, die blik is van jouzelf. Als jij een schaars geklede vrouw ziet, sla je ogen dan neer. Dat is niet iets wat jij als moslimman hoeft te zien. Als je je bevindt in een plek waar meisjes en jongens zijn, zoals op school, ga dan niet macho verhalen vertellen. Hou je bescheiden. Bescheidenheid siert de moslim. Tegenwoordig zien de moslims een echte man als de man die de nieuwste auto heeft,
duurste kleding en de mooiste meiden. De moslims hebben bewondering voor de rappers en de gangsters. En hun droom is er om er zelf ook een te worden. Sinds wanneer heeft dit te maken met de islam? Je draagt schoenen omdat je ze bij die en die rapper hebt gezien. Je koopt een koptelefoon omdat die geproduceerd is door een bekende rapper. Je knipt je kapsel in een dergelijke vorm als hoe een bekende gangster of rapper zijn haren knipt. Deze rappers komen ooit samen bijeen. Weet je waar? In de brandende hel. Waren ze vijanden van elkaar en brachten ze liedjes uit om elkaar te vernederen? En wouden ze niet bij elkaar in de buurt komen? In de hel zullen ze alle bijeen worden gebracht. En wat is de eindbestemming van de gangsters in het leven? Een 6x7 meter kamer, wat de beschikking heeft over een bed wat de helft van je matras is. Een wc die 1 meter van je bed vandaan ligt en een vastheid, een wasbak. Geen gelegenheid om de koelkast te openen, om te pakken wat je wilt. En deze situatie 10 jaar lang, hiermee duidend op de gevangenissen. En zij verlangen naar de gangstersparadijs. Weet je wat de gangstersparadijs is? De brandende vlammen van de hel, waar ze alle bij elkaar worden gebracht. In het leven waren ze de grootste rivalen, bende tegen bende, wijk tegen wijk. In het hiernamaals zullen ze alle samen branden in de hel. Wil jij ook dat je eindbestemming in de hel is, broeder en zuster? Wil je ook bij de rappers en de gangsters horen die dit leven verkiezen boven alles? Branden in de hel, waarover de profeet heeft gezegd dat het 70 keer heter is dan het vuur dat we hier op aarde kennen. Is dat waar we willen eindigen? En bij onze zusters wordt kleding steeds strakker en bloter. Het maakt je echt niet mooi om er zo bij te lopen. Dit is geen vorm van vrijheid, noch van schoonheid. Dit is een vorm van onwetendheid en dwaasheid. De profeet zei, degene die een volk imiteert, behoort tot hen. Zulke kleren passen niet bij een meid die zichzelf kuis en rein dient te houden. Zulke kleren zijn gemaakt voor de mensen die de shaitaan aanbidden en die niet in Allah geloven. Voor hen is deze kleding gemaakt. Jij hebt je eigen kleding die je ruim, kuis en prachtig maakt. En het siert je niet om midden op straat te schreeuwen om zo alle aandacht op je te vestigen. Wees niet degene die de aandacht op zich probeert te vestigen. Onopvallend achter jongens probeert aan te lopen. Je bent een dienares van Allah. Gedraag je dan ook als een dienares van Allah. Sla je ogen neer als je op straat loopt. Het meest kostbare sieraad van een vrouw is haar bescheidenheid. Wat voor een moslim wil je zijn als je geen bescheidenheid kent? Dat je allerlei dingen doet om zo in de smaak te vallen bij jongens. Iets dat Allah verboden heeft, zal je nooit sieren en zal je nooit goed voor je zijn. De meisjes van tegenwoordig zijn als struisvogels. Hun hoofd bedekken ze, maar de rest vergeten ze. Kleed je als een moslima. Ben niet de vrouw waarover de profeet zei, gekleed maar uitgekleed. Kleren aan, maar naakt, die de geur van het paradijs nooit zullen ruiken. En tegenwoordig zie je bij de moslims, voornamelijk bij de jongens, allerlei streepjes door het kapsel. Hanenkammen, opscheertjes, allemaal kapsels die bij de ongelovigen zijn ontstaan en die wij, de moslims, nadoen. Heeft de profeet ons geen dresscode opgelegd die wij op kunnen volgen? Is die niet veel beter dan de vernederende dresscode van de ongelovigen? Strakke skinny jeans, kleren van honderden euro's en pronken met dure kleding. Allah zegt in Surah An-Nahl vers 23, waarlijk, Allah houdt niet van de trotsen. En Allah zegt in Surah Al-Luqman vers 18, en keer jullie gezichten niet trots af van de mensen, noch wandel hoogmoedig op aarde. Waarlijk, Allah houdt van geen enkel arrogante opschepper. Tegenwoordig zien we dat de jongeren kleren van 300 à 400 euro halen om er trots en arrogant mee rond te lopen, zodat de mensen opkijken naar hem. De profeet zei, en ieder die de hoeveelheid van een atoom trots bezit, zal niet in de hemel komen. Het is overgeleverd door een moslim. En als je de kleren van de ongelovigen draagt, de vernederende strakke kleding, en als je jezelf volgooit met allerlei make-up, moet je ook de nadelen ervan accepteren. Dat mannen je met lust zullen aankijken. Dat je nagefloten en achtervolgd wordt door zwakke afgedwaalde mannen. Je verkleedt jezelf als een lustobject.
De profeet zei, schaamte is een vorm van iman. Dit is overgeleverd door Bukhari, Muslim, Tirmidhi en Ahmed. We zien tegenwoordig dat het omgedraaid is. De vrouwen dragen mannenkleding of spijkerbroeken. En de mannen dragen kettingen, armbanden en oorbellen. Door Ibn Abbas is overgeleverd. De boodschapper, en hij zei, de boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vervloekt degene van de mannen die proberen te lijken op de vrouwen. En degene onder de vrouwen die proberen te lijken op de mannen. Dit is overgeleverd door Al-Bukhari. En sommige moslims van tegenwoordig zijn zo laag. Ze doen ergere dingen dan de ongelovigen. Vroeger was het normaal dat een moslimman zijn zuster beschermde. Nu ruïneert de broeder zijn zuster en saboteert hij haar hele leven. De beschermer voor de veroorzaker. Hij valt haar lastig, hij roddelt over haar, hij maakt haar zwart bij anderen en zet haar ter schande. Broeder, dit is jouw zuster. Hoe durf je zulke dingen over je eigen zuster te zeggen? Denk aan haar toekomst. Denk aan wat je aan haar en haar familie aandoet. Stuur ze rare foto's van schaars gekleed. In vertrouwen, ga ze dan niet verspreiden. Dit is een grote zonde op zich, maar dat is iets tussen haar en Allah. Maak het niet erger dan het is. Het is en blijft een zuster van je, die je moet liefhebben en die je dient te beschermen. Behandel haar met respect. Raak haar niet aan en zit niet aan haar. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei, het is beter voor een van jullie dat je met een ijzer vork in het hoofd wordt geprikt, dan dat je een vrouw aanraakt die niet wettig voor je is. Dit is overgeleverd door At-Tabarani en Al-Bayhaqi. Kunnen jullie jezelf niet inhouden? Ga dan trouwen. De profeet zei, o jonge mannen, en ieder die in staat is om te trouwen, dient te trouwen. Want dit zal hem helpen om zijn blik neer te slaan en zijn schaamte te bewaren. Dit is overgeleverd door Al-Bukhari. Kan je trouwen? Ga dan trouwen, broeder. Niks of niemand houdt je tegen. Ben je 17? Ga trouwen. Ben je 18? Ga trouwen. De profeet heeft dit aanbevolen. Waarom? Zodat je je schaamte kunt behouden en je ogen zult neerslaan en niet naar vreemde vrouwen zult kijken. Dit is het beste voor ons. Kun je een vrouw onderhouden? Ga dan trouwen. Wat is nog meer bekend bij de jeugd van tegenwoordig? Horoscopen. Het raadplegen van horoscopen in kranten en tijdschriften. Want al wie gelooft wat daarin staat als invloed van sterren en de hemellichamen, pleegt shirk, kent deelgenoten toe aan Allah. En als hij het alleen leest om zich te ontspannen, wordt hij beschouwd als een ongehoorzaam aan Allah en als een zondaar. Want het is niet toegestaan om zich te ontspannen door het lezen van teksten die in verband staan met het toekennen van deelgenoten aan Allah. Wat ook vaak voorkomt bij de jongeren, is het doen van goede daden om hoger in de rang te komen bij andere mensen. Je doet het niet voor Allah, maar om hoger aan te zien te krijgen van mensen. Je bidt expres voor de neus van bepaalde mensen, zodat zij zullen zeggen, kijk deze man, hij bidt, hij pleegt goede daden. Je kleedt je expres, je doet expres lang kleding aan, zodat je complimenten zult krijgen van de mensen. Allah zegt in de Koran, voorwaar, de huichelaars proberen Allah te misleiden. En Allah vergeldt hun misleiding. En wanneer zij in de salat staan, staan zij er lui bij. Om door de mensen gezien te worden. En zij gedenken Allah slechts weinig. En er is overgeleverd door Ibn Abbas, dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, vooral wie handelt opdat de mensen over hem zouden praten, zal Allah zorgen dat er slecht over hem wordt gepraat. In de wereld en in de hieramas. En voor wie handelt uit schijnheiligheid, Allah zal zorgen dat hij gezien wordt, dat hij ontmaskerd wordt in deze wereld en of in het hieramas. Het is overgeleverd door moslim. Wat ook vaak voorkomt bij de jeugd, is het zweren op iets of iemand anders dan Allah. De jeugd van tegenwoordig zweert vaak. Sommigen gebruiken wel tientallen of honderd malen wallah per dag. Dit is natuurlijk iets slechts. Voor de kleinste daad zweer je wallah. Maar er zijn ook vele jongeren die zweren op iets anders dan Allah. Omdat ze denken dat het wel mag. Bijvoorbeeld, ik zweer op mijn vaders graf
of ik zweer op mijn moeders graf. Volgens Abdullah ibn Omar zei de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: voorzeker, Allah verbiedt jullie te zweren bij jullie vaders. Laat degene die zweert bij Allah zweren, of laat hem zwijgen. Dit is overgeleverd door Al-Bukhari. En in een andere overlevering, volgens Ibn Omar, dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei: al wie zweert bij iemand anders dan Allah, zal deelgenoten toegekend hebben aan Allah, zal shirk hebben gepleegd. Dit is overgeleverd door Ahmed. Dus jullie weten het nu. Je mag nooit bij iets zweren, iets anders dan bij Allah. Dit is hetzelfde als het toekennen van deelgenoot aan Allah. Het is de ergste zonde die er bestaat. En ook veel voorkomende daad bij de jongeren is het stelen van het gebed. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei: de slechtste van de dieven is degene die steelt van zijn gebed. De metgezellen zeiden: o boodschapper van Allah, hoe steelt iemand van zijn gebed? De profeet zei: hij vervolmaakt nog zijn buiging, nog het neerknielen. Dus hij bidt heel snel. Hij vervolmaakt zijn buigingen niet. Dit is een van de ergste vormen van diefstal. Een gebed moet je rustig tijd aan spenderen. Elke buiging moet je tijd aan geven. Wat vele jongeren ook doen, is zichzelf voeden met verboden zaken. Wie Allah niet vreest, maakt zich nauwelijks zorgen over de oorsprong van zijn geld. Zijn bezorgdheid is eerder bij zijn kapitaal. Hij probeert zijn kapitaal te vergroten door diefstal, fraude, corruptie, etc. En daarna gebruikt hij dat geld om zich te voeden, zich te kleden, een voertuig te kopen, om dit geld aan zijn familie te spenderen, om zich te laten zien. Hij laat zijn familie zien: ik ben een goede mens, ik spendeer geld aan jullie. Dit is alle haram geld. De profeet heeft gezegd: de hel heeft meer recht op elk vlees dat voorkomt uit het verboden. Deze persoon zal op de dag des oordeels ondervraagd worden over zijn geld. Hoe heeft hij dit verdiend? En waaraan heeft hij het uitgegeven? En dan zullen verdoemenis en verval zijn lot zijn. Wie dus nu nog een verboden goed in zijn bezit heeft, door het zelf van haram geld te hebben gekocht, of hij dit als cadeau heeft gekregen van een familielid waarvan hij weet dat het gekocht is van haram geld, dit moet zich haasten om zich ervan te ontdoen. Voor de dag komt dat rekenschap wordt afgelegd, niet in dinars en dirhams, maar in goede en slechte daden. Wat we ook verstaan onder het voeden met verboden zaken, is het eten van niet halal geslachte dieren. Vele islamitische jongeren eten de vleesmenu's van de McDonald's of bij de KFC. Er is onderzoek gedaan naar het vlees die de KFC serveert. En de woordvoerster van de KFC, namelijk mevrouw Kinken, zei: wij kopen onze kip bij verschillende slachthuizen in. Het komt wel eens voor dat wij kip bestellen bij slachthuizen die op een islamitische manier het vlees slachten. Wij kunnen echter niet garanderen dat ons vlees halal is. Nog weten wij welke kippen die in onze filialen terechtkomen van welke slachthuis komen. Wij hebben overigens ook niet de intentie om vlees op een halal wijze aan te bieden aan onze klanten. Hieruit kunnen we concluderen dat het verboden is om bij de KFC te eten. Zij weten zelf niet wanneer de vlees wel en niet halal is. Hoe kan jij dat dan weten? En wie zijn jouw vrienden? Welke vrienden heb je? Vrienden die je verleiden tot zondes, of vrienden die jou aansporen tot het goede? Vrienden die jou meenemen naar shisha lounges en die jou allerlei muziek laten luisteren, of vrienden die jou naar de moskee meenemen, die jou naar de lezingen meenemen? Tegenwoordig zijn mensen bereid om voor zijn vrienden te sterven, maar je bent niet bereid om voor Allah of je ouders te sterven. Dit is een dwaling. Je vrienden zijn niets meer dan je vrienden. Hou ze te vriend en beschouw ze alleen als vrienden. Natuurlijk is het goed om vrienden te hebben, maar zij zijn geen reden voor een celstraf van 5 jaar. Je hoeft niet voor jouw vrienden 5 jaar te gaan zitten.
En wat we ook vaak zien, er zijn jongeren die zeggen dat ze klaar zijn om de strijd aan te gaan tegen de ongelovigen. Dat ze bijvoorbeeld ze gaan naar ze protesteren bijvoorbeeld tegen de Israëliërs. Ze protesteren tegen het regime van Assad. Ze zeggen, wij zijn klaar om te strijden voor deze moslims. Maar je bidt niet eens. Je vast niet eens. Je weet niet eens hoe je moet bidden. Je weet niet eens hoe je moet vasten. Je weet niet eens. Je weet geen enkel goede daad over de islam. Hoe wil je jezelf dan opofferen aan Allah? En twee personen die hun onder ons houden, buiten een derde om. Dit maakt deel uit van de kwalen van bijeenkomsten en van de voetsporen van de shaitan om verdeling te zaaien tussen de moslims en om de woede in de harten van de ene tegen de andere aan te wakkeren. Bijvoorbeeld als drie mensen lopen, twee Marokkanen bijvoorbeeld en één Turk, en die twee gaan Marokkaans praten zodat die Turk het niet begrijpt. Of de twee zonderen zich even af van diegene zodat zij even kunnen praten en diegene laten ze dan achter. Dit veroorzaakt alleen haat bij diegenen die jullie achterlaten. Dit veroorzaakt alleen woede bij diegenen. De profeet zei als uitleg voor dit: als jullie met z'n drie zijn, houden twee van jullie dan geen onder onsje buiten de derde om. Totdat jullie je mengen tussen de mensen, want dat kwetst hen. Dus als jullie met z'n drieën zijn, hou dan geen onder ons tussen jullie twee, want het kwetst ook diegene die met jullie is, tenzij jullie in een hele gemeenschap zitten. Dit betreft ook gesprekken tussen drie personen buiten de vierde om enzovoorts. Wat ik net zei, en hetzelfde geldt voor de gevallen waarin de personen in hun onder onsje een taal spreken die de derde niet begrijpt. Ten slotte bestaat er geen twijfel over dat het onder onsje een soort misprijzen met zich meebrengt ten opzichte van de persoon die er buiten gehouden wordt. Of suggereert dat de twee hem een kwaad hart toedragen enzovoort. En het dragen van lange kleren voor de jeugd van tegenwoordig, voor de mannen. Een van de dingen die de mensen onbelangrijk vinden, terwijl het bij Allah enorm belangrijk is, is al-izwal. Namelijk het feit dat de kleren onder de enkels te laten slepen. De kleren van sommige mannen komen zelfs tot op de grond en anderen slepen hun kleed achter zich aan. Volgens Abu Dhar radiyallahu anhu heeft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam gezegd: er zijn drie soorten mensen tot wie Allah op de dag des oordeels het woord niet zal richten. Wie hij niet zal bekijken, nog zal reinigen. En ze zullen een pijnlijke bestraffing tegemoet gaan. Degene die zijn kleed laat slepen, en degene die zijn koopwaar van de hand doet via een valse eed, en degene die niets geeft zonder het te herinneren. Dit is overgeleverd door moslim. En wat betreft degene die zegt dat hij zijn kleed niet uit trots over de grond laat slepen, prijst hij zijn eerbaarheid op een onaanvaardbare manier. Trouwens, de bedreiging voor degene die zijn kleren laat slepen is algemeen, of het nu uit trots is of niet, zoals de woorden van de profeet aangeven. Ma tahta al-ka'bayn min al-izari faqinnar. Dat van de izar wat onder de enkels hangt is bestemd voor de hel. Dit is overgeleverd door imam Ahmed. En als hij het uit trots doet, zal zijn bestraffing nog strenger en erger zijn, zoals werd vermeld in de woorden van de profeet. Wie zijn kleed laat slepen uit trots, zal door Allah niet bekeken worden op de dag der opstanding. En dit omdat hij twee verboden tegelijk overschrijdt. Ten slotte is izbal verboden voor alle kleding, wat bewezen wordt in hetgeen de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam volgens Ibn Umar radiyallahu anhu zei. Izbal betreft de izar, de tuniek en de tulband,
Wie welke van deze dingen dan ook laat slepen uit trots, zal door Allah niet bekeken worden op de dag des oordeels, overgeleverd door Abu Dawood. Wat de vrouw betreft, is het voor haar toegestaan om ter lengte van een span of een el los te laten hangen om haar voeten uit voorzorg te bedekken. Want in de wetschool van Imam Malik moet je je voeten ook bedekken. Uit schrik dat ze zich zichtbaar worden door de wind of iets anders. Maar het is haar niet toegestaan om de hierboven vermelde grens te overschrijden, zoals in het geval van sommige bruidskleren die verscheidene ellen of meters lang zijn, zodat ze misschien zelfs achter haar aangedragen moeten worden. Wat ook veel komt bij de jongeren van tegenwoordig, zijn de afbeelding van een wezen dat een ziel heeft op zijn kleren, zoals van de merk IJsberg bijvoorbeeld. Op de muren bij hem thuis, papier, etc. Volgens Abdullah ibn Mas'ud zei de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: de mensen die op de dag des oordeels de zwaarste bestraffing zullen ondergaan, zijn degenen die afbeeldingen maken van wezens met een ziel. En volgens Abu Huraira radiyallahu anhu overleefde de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dat Allah zei: en wie is onrechtvaardiger dan degene die zal scheppen zoals mijn schepping? Dat ze dan een graankorrel scheppen en dat ze een atoom scheppen. En Ibn Abbas heeft ook overgeleverd dat de profeet zei: elke persoon die wezens met een ziel afbeeldt, zit in de hel. Voor elke afbeelding die hij gemaakt heeft, zal hij hem een ziel toewijzen, zal dus Allah hem een ziel toewijzen die hem zal martelen in de hel. En toen voegde Ibn Abbas radiyallahu anhu eraan toe: als je het dan toch zo nodig vindt om te doen, bijvoorbeeld om te tekenen of zo, teken dan bomen en dingen die geen ziel hebben. Dus teken geen dingen die ziel hebben, zoals mensen. Deze hadith wijzen op het verbod van afbeeldingen van wezens met een ziel, namelijk mensen en dieren, of het nu in drie dimensies is of niet. Dus het is ook verboden voor degenen, bijvoorbeeld veel mensen hebben allerlei dieren op hun trui of mensen, dit is verboden, dit mag een moslim niet dragen. Vrees Allah, mijn broeders en zusters. Vrees Allah, mijn broeders en zusters. Keer terug voor het te laat is. Keer terug voor je spijt krijgt. Er zijn nu vele meisjes die in het graf liggen en die Allah smeken om één kans om zich te laten bedekken. Eén kans om zich te laten bedekken. Alle meisjes die hier nu zitten hebben de kans om zich te laten bedekken. Neem dan ook die kans voor het te laat is. Is dit de umma van de profeet waar hij 23 jaar voor heeft gestreden, waar hij dagenlang tranen voor liet en Allah smeekte om zijn umma te laten welslagen? Is dit de umma die hij hoopt achter te laten? Hoe teleurgesteld zal de profeet zijn in zijn umma? De profeet die bespuugd, gestenigd en bestreden werd, heeft de profeet ons ooit vergeten? Nooit. Hoe komt het dan dat wij hem vergeten? Jij spendeert de nacht met je vrouw, familie of in een of andere uitgaansgelegenheid. De profeet spendeerde de nacht huilend voor zijn umma, voor jou en mij. Hij maakte zich zorgen de hele nacht om het welslagen van zijn umma. Geen enkele andere profeet, de borstkas was zo gevuld met zorgen en bezorgdheid zoals de borstkas van de profeet. De profeet die door Allah werd gevraagd om alleen maar ja te zeggen. Alleen maar ja te zeggen en Allah zal hem een tafelkleed vol met eten vanuit het paradijs geven. Zeg gewoon één keer ja en ik zal de Uhudberg in goud veranderen voor jou. Ik zal de Arabische bergen in goud, zilver, smaragden en zafir veranderen voor jou. Dit zei Allah tegen de profeet. Ik zal de Arabische bergen in goud en zilver veranderen voor jou. En ik zal ze alleen aan jou geven. En aan jou offeren. In het hiernamaals zal niks van je worden afgepakt. Maar alsnog antwoordde de profeet sallallahu alayhi wa sallam: nee,
Ik accepteer deze honger, maar wanneer zal mijn oma geen honger meer hebben? Ik accepteer het leven in een tent, maar wanneer zal mijn oma in paleizen wonen? Ik accepteer het rondreizen op een ezel, maar wanneer zal mijn oma rondreizen op luxe dingen? Ik accepteer het gewone eten, ik accepteer het dagenlang niet eten, maar wanneer zal mijn oma complete diners eten? Dit is de profeet wiens sunnah we aan het vernietigen zijn vandaag de dag. Op de dag des oordeels, op het vlakte der opstanding, zal het hellevuur schreeuwen en brullen. Grote engelen zullen vallen op de grond. Mensen, jeans, awliya, mukarabin, mujahideen, shuhada, ulama. Iedereen zal vallen op de grond. Alle profeten zullen zeggen, nefsi, nefsi. Ze zullen zich zorgen maken over zichzelf. Adam alayhi salam zal zeggen, nefsi, nefsi. O Allah, red mij. Ik heb nooit gebeden voor iemand anders dan jij. Red mij. Alle profeten zullen hetzelfde zeggen. Isa alayhi salam zal zeggen, red mij. Mijn moeder hoeft niet te redden, red mij, red mij. Moeders, vaders, meisjes en jongens zullen zeggen, O Allah, bespaar mij vandaag de dag. En op de hele vlakte der opstanding zal er één nobele man zijn. Één man, weet jij wie deze man is? Het is onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, wiens armen in de lucht zijn, zeggende, O Allah, mijn umma, O Allah, mijn umma. Hij vraagt Allah niet om hemzelf te beschermen, maar om zijn umma te beschermen. Denk eraan dat Allah subhanahu wa ta'ala je altijd ziet, waar je je ook bevindt. De mensen zeggen altijd dat ze het druk hebben met school en werk. Ooit zal ik een vrije man zijn. En jij zult ook een vrije man en vrouw zijn. De dag dat onze lijkkisten worden vervoerd. We worden begraven en de mensen zullen terugkeren. En dan zal het zijn alsof je nooit hebt bestaan. Wat voor daden heb je dan verricht om mee te nemen naar Allah? Denk daaraan en keer terug voor het te laat is. Allahumma salli ala Muhammad.